Dit filmpje gaat over het antwoord op deze vraag. We hebben een stroomwinding hier getekend tussen twee permanente magneten. En de vraag is wat die gaat doen. Nou, die winding gaat draaien, maar laten we eerst eens even kijken wat we nou zien als je die stroomwindingvoorstelling niet helemaal meer kent. Hier zie je een stroomwinding en dat ding creëert een magnetisch veld. En aan de ene kant bevindt zich een noordpool, aan de andere een zuidpool, hangt afhankelijk van de stroomrichting. Het gaat vooral om die rechtervoorstelling, dat je daarboven een puntje ziet en daaronder een kruisje. Dat betekent dus dat de stroom aan de bovenkant naar je toe komt, uit het scherm komt en aan de onderkant het scherm ingaat. Dat is wat we hier ook zien. Oké, wat gaat hij doen? Er zijn twee oplossingsstrategieën. Oplossingsstrategie 1. Zie dit ding als een staafmagneet. Een winding is een soort staafmagneetje en daar hebben we een rechterhandregel voor. Hoe werkt die? Je vingers zijn dan de richting van de stroom. Die is daar boven het scherm in. Kruisje. Dus daar krullen ook je vingers. En hieronder komt je het scherm uit. Wat is dan je duim? Dat is de richting van de noordpool van die winding. De winding is een soort staafmagneet. En hierachter zou dan de zuidpool zitten. Wat wil die noordpool? Die wil weg van deze noordpool. De winding noordpool wil weg bij de noordpool van de permanente magneet. Nou, hoe kunnen we dat doen? We kunnen gaan draaien en dat kunnen we in twee richtingen doen. Als we tegen de klok indraaien, dan gaat die noordpool weg bij deze noordpool. En dat is wat er gebeurt. Als we met de klok mee zouden dragen, dan zou je juist richting de noordpool gaan. Dat is niet wat er gaat gebeuren. Methode 2, met Lorentzkracht. We hebben een extern magnetisch veld gecreëerd door deze staafmagneet en deze staafmagneet. En dat is er, of die winding er nou is of niet. Dus dat is voor deze winding een extern magnetisch veld. Dus als die winding waar een stroom in zit, stroom in rondgaat, in een extern magnetisch veld gaat, heb je een Lorentzkracht. Hoe doe je dat? Nou, wat is de richting van het magnetisch veld? Die gaat van noord naar zuid. Hier getekend. Magnetisch veld B. Nou, nu hebben we een magnetisch veld. We hebben een stroomrichting. We beginnen hier zo linksboven. Dus is er ook een Lorentzkracht. We pakken een handregel. Een linker of een rechter, wat je maar wil. Stroom is een kruisje, dus die gaat het scherm in. Magnetisch veld is naar rechts, dus dan moet je even met je vinger handig doen en dan vind je dat de Lorentzkracht naar beneden is. Probeer dat maar na te doen. Rechtsonder hebben we hetzelfde, daar gebruik je ook weer je handregel. Magnetisch veld nog steeds naar rechts, stroom komt nu eruit, uit het scherm, dus de Lorentzkracht is omhoog. Nou, als je dit probeert met je pen te doen en je houdt hem een beetje schuin, en aan de bovenkant duw je naar beneden en de onderkant ga je omhoog, dan zul je zien dat hij tegen de klok in gaat draaien. Dit was de tweede uitleg. Altijd fijn als er twee oplossingsstrategieën zijn.